generaties auteurs. Een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Christine Hemmerrechts en Philip Huff. En Philip Huff lijkt mij een man die thuis is in verschillende werelden. In bijna letterlijke zin. Want je woont zowel in Amsterdam als in New York, las ik. En je schrijft zowel in het Nederlands als in het Engels. Ja. En je bent nu ook, je bent schrijver van geschreven dingen, maar je bent nu ook films aan het maken. Klopt, ja. Dus dan, ik vind dat heel benijdenswaardig, dat je verschillende dingen bestrijkt. Hè, dat je niet beperkt bent tot één dingetje. Dus dat, Maar, Christine Hemmerrechts, ik weet niet of je introductie behoeft. Je schrijft romans, verhalen, filmscenario's. Je bent in het Engels gedebuteerd, las ik. Je bent gepromoveerd op Jean Rhys, volgens mij. Ja. Je hebt heel lang lesgegeven. Ja. En je schrijft. Ja. En, denk ik, tweetalig opgevoed. Ja, dat is een lang en ingewikkeld verhaal. Dat gaan we hier niet aansnijden. Maar dat bedacht ik ook toen ik las dat jij nu ook in het Engels schrijft. Ja. Dan dacht ik, ik heb eigenlijk de tegenovergestelde beweging gemaakt. Ja. Dus ik ben eigenlijk eerst in het Engels gaan schrijven. En dat was een soort van... uit een soort van schroom. Dus dat Engels bood mij een vrijheid om dingen te zeggen die ik niet zou hebben durven te zeggen in het Nederlands. Maar ik had vrij snel het gevoel dat ik nooit authentiek kon zijn in die andere taal. Waarvan ik wil niet zeggen dat ook voor jou zo zou zijn. Maar ik heb het ook wel vaak gemerkt ik heb heel lang creatief schrijven gegeven. En heel veel van die studenten die willen dan in het Engels schrijven. En heel vaak is hun Engels niet goed genoeg en zit dat vol van clichés. Maar ik mis daar dan ook heel vaak, dus wat ik vaak mooi vind in teksten, als je voelt van, dit is wat iemand echt wil zeggen. En dat kan fictie zijn. Ja. Maar dat je voelt van, dit is de nagel op zijn kop. Ja. En daarvan heb ik altijd het idee, ook voor mezelf, dat ik daarvoor toch die eigen taal nodig had. En nog veel provincialistischer, dat ik die eigen taal nodig had zoals die in Vlaanderen wordt gesproken. Want daar is een gigantische afstand tussen het Nederlands dat in Vlaanderen wordt gesproken en het Nederlands dat hier wordt gesproken. En dan zag ik dat je eigenlijk de tegenovergestelde beweging had gedaan. Dus, Philip, vertel mij er alles over. Nou, ik onderschrijf heel veel van wat je zegt. Ik denk, ik heb in Duitsland en Spanje en in de Verenigde Staten nu gewoond. En het is onherroepelijk zo dat... De taal waarmee je je uitdrukt, zeker als je wil schrijven, moet zo trefzeker mogelijk zijn. Ja. En het ingewikkelde van taal is al dat het een vrij algemeen medium is. Dus we gebruiken het allemaal om elkaar te begrijpen. Maar hoe zorg je dan voor als je een verhaal schrijft, dat het een hoogst persoonlijke toon krijgt? En ik geloof heel erg dat je... Dat een onderdeel van waarom ik een tijd in het buitenland wilde zitten, was om met wat meer afstand naar mijn eigen cultuur en mijn eigen jeugd en mezelf te kunnen kijken. En ik geloof ook heel erg dat je daardoor sneller de... zeker in een land als Amerika, maar überhaupt denk ik, Nederland is gewoon een klein landje. Dus wij hebben wel van alles aan de hand. Maar dus neem nu bijvoorbeeld bij de formatiebesprekingen de ellende die wij nu meemaken. En dat noemen ze dan in de krant in Nederland al snel Italiaanse praktijken. Maar de enige reden waarom we dat Italiaanse praktijken noemen, is omdat Italië is gewoon een groter land. Dus de dingen zijn daar dan groter. Ik zeg altijd, in Amerika is alles gewoon op steroïden. Dus je ziet de maatschappelijke verschillen veel sterker, omdat alles veel uitvergroter is. Maar je gaat ineens ook zien dat we het precies hetzelfde in Nederland hebben, wat we dus nu merken. Dus je ziet bijvoorbeeld in Amerika een enorm gedoe over de great male narcissists. Dus die grote narcistische mannelijke romanschrijvers. Oh,
En à la Trump misschien, maar ook romans. En dan ga je. En welke romanschrijvers plakken ze daar dan? Allemaal. Bello, Updike, Groff. Ah, die generatie. Ja. En ze niet onterecht, nee, als je het mij vraagt. Terecht. Maar met dat brilletje ga je dan weer terugkijken naar je eigen literatuurgeschiedenis. Waar ben ik uitgekomen? En dan zie je ineens, oh ja, er wordt Harry Mulisch. De nieuwe Harry Mulisch. En dan denk je, ja, het is dat dus. Maar bestaat dat soort schrijven? Nou, ik herinner mij nog Harry Mulisch in Frankfurt, de Boegmessen. Ja. Dat was 1994 of zoiets. Was het Nederlands aan bod. Ik was daar dan ook. En op een bepaald moment komt Harry Mulisch daaraan. En er vormde zich spontaan een soort van haag van schrijvers. En hij kwam aangeschreden, echt met een gevolg. Ja. Ja, want iemand als Mulisch die gaat niet gewoon alleen op stap. Die heeft een gevolg bij zich. Ja. En zie jij dit soort figuren vandaag nog? Ik heb het gevoel dat, ook toen ik jong was, een schrijver had een enorme status. Ja. En men keek daar, er waren ook veel minder schrijvers. Nu is iedereen schrijver, als je wil, bij wijze van spreken. En daar werd enorm naar opgekeken. En die schrijvers cultiveerden dat zelf ook een beetje. En zie jij dat nog hier gebeuren? Nou, ik moet oppassen. Ik woon dus een groot deel van mijn tijd in Amsterdam en ik kom ze allemaal tegen. Maar dus je moet zorgen dat je nog kunt blijven komen. Ik denk wel dat je kunt zien dat het model waarnaar mensen zich modelleren is nog steeds de grote schrijver die dikke romans schrijft. En ook nu weer, dus de grote oude drie zijn overleden. Het zijn nu weer allemaal mannen die constant op het schild worden gehezen en zulke dikke boeken schrijven. En noem ze eens iedereen heeft een boekenkast waar ze allemaal instaan, die dikke boeken. Je durft ze niet te noemen. Nee, maar ik vind dat helemaal niet. Het gaat mij veel meer om dat je dat niet doet. Nee, maar het gaat mij veel meer om het instituut. Het zijn niet alleen die mannen, het zijn ook uitgeverijen. Het zijn prijzen die er altijd naartoe gaan. Dus ik heb al vaker in de krant geschreven. Er zit nu eindelijk een kentering in, maar ik geloof dat ik al 10 jaar geleden schreef. Het zijn altijd witte mannen als juryvoorzitters die andere witte mannen. Dat klopt niet helemaal. Je hebt vaak vrouwen die ook vinden dat die prijzen naar de witte mannen moeten gaan. Maar goed. Maar geef nou eens een tip, jij man zijnde. Ja. Wat doen vrouwen dan ergens, zouden ze anders kunnen doen om dat te doorbreken? Oh, maar nee, dat is niet aan mij. Mannen zouden wat anders kunnen doen. Dus we zouden kunnen ophouden met het idee, wat in Nederland zo sterk is, dat de grote roman een zwaarlijvige en dikke roman is. Hè? Dus dat het dan zo 800 bladzijden en dat je er 10 jaar aan gewerkt moet hebben. Die onzin. Dat idee moet weg. Dat moet weg. En we kunnen denk ik als mannen afstappen van het idee dat de grote literatuur. Een van de meer schaamtevolle momenten in mijn leven is toch dat ik met 2 andere jongens, en ik noem ons nog even jonge mannen, en dus denk ik vrij onbezonnen, ons leende voor een item de nieuwe kroonprinsen van de literatuur. Oh. Dus dat gegenderd maken van wat er toe doet, weet je wel. Dus jij zag jezelf ook al schrijden op de Frankfurter Boegmessen. Ik denk altijd, ik heb liever geen gevolg, maar ik denk, kijk, toen ik bij de bezig bij kwam, toen leefde bijvoorbeeld Mulisch nog. En je voelde wel dat dus het moeilijke van zo'n model is, als jonge auteur, wat kun je dan doen? Streef je het na, wil je het ook? Of zet je er tegen af? Maar als je er tegen afzet, bevestig je het ook. Dus ik heb altijd maar gewoon gedacht, ik schrijf de boeken zoals ik ze wil schrijven. Mm. En ik hoop dan dat ze een publiek vinden dat geïnteresseerd is in dat soort boeken. En dan ga ik verder proberen de schrijver te zijn die ik ben. En dat betekent dat ik dus, denk ik, hopelijk erin gelukt ben om boeken te schrijven die ik zelf graag zou willen lezen. Nou, die zijn gelukkig nog in druk, dus er zijn meer mensen. En dat ik af en toe het platform dat ik heb gekregen door middel van de eventuele bekendheid van mijn boeken gebruik om een beetje te reflecteren op wat er anders zou kunnen in de wereld. En niet om aan de bar van een Hotel Américain te gaan zitten en mezelf te laten opbellen, zodat mensen weten dat ik er ben. Maar iedereen moet het lekker zelf doen, het feestje, zoals die wil. Christine, wat zou je doen als je niet zou schrijven? Ik vraag het mij dikwijls af. Want ik ben nu officieel met pensioen als docenten. En dan heb ik gezegd tegen mezelf, Christine, wees nou eens normaal. Hè? Zoals Mark Rutte zegt, dat we allemaal normaal moeten zijn. En ga nou eens lekker niets doen wat mensen zeggen. Hè? Of ga nou tuinieren, of ga nou stort je in je kleinkinderen, of weet ik veel. En af en toe stel ik mezelf op de proef en dan probeer ik een tijdje niet te schrijven om aan mezelf te bewijzen dat ik dat kan. En dan word ik doodongelukkig. Nou, we doen er nog eentje. Ja, straks is het
KUT-vraag. Nou, het valt mee. Het is een keuzevraag, het is altijd gesloten. Je kunt nooit meer schrijven of alles wat je geschreven hebt verdwijnt. Wat ik eigenlijk vraag is, schrijf je voor jezelf? Hè? We hebben dus besloten, we werken omdat we niet anders kunnen. Maar zou het dan ook genoeg zijn met een basisinkomen om het allemaal in een schriftje te zetten in de kast? Nee. Nee, hè? En dat is niet van, ik wil roem en nogmaals, als u mij prijs wil geven, doe maar. Maar nee, voor mij is het toch ook heel erg die dialoog. Ja. Al is het de boodschap in een fles en je weet niet wie je bereikt. Maar voor mij is dat zo. En daarom vind ik het jammer dat we nu ook geen lezingen meer kunnen geven. Ja. Omdat juist als je een lezing geeft, je krijgt ook heel veel terug van je publiek. Ja. En ik heb eigenlijk ook altijd bij lezingen, ik ga daar ook niet naartoe van, kijk, hier ben ik de grote schrijfster en jullie moeten naar mij luisteren. Maar ja, ik probeer eigenlijk ook altijd een soort van gesprek te hebben. En ik heb ook altijd een hele grote nieuwsgierigheid naar wat mensen denken. Ja. En die tekst wordt dan een mogelijkheid tot dialoog, tot verbondenheid, tot contact. Nee. Oh nee, en ik zeg altijd tegen mensen, het grootste cadeau dat je een schrijver kunt geven, is die schrijver te lezen. Ja. Dat is toch ja. zo? En ik heb ooit eens een stukje geschreven voor de Bibliotheek van de Toekomst. En dan zei ik dat in de toekomst schrijvers lezers zouden moeten betalen om gelezen te worden. Ja. Want dat is een van de dingen die ik heb zien veranderen. Hè. Ik schrijf al zo lang. Er waren vroeger veel minder schrijvers. En het aanbod is nou zo groot. En je hebt eigenlijk al die schrijvers die staan te schrijven om aandacht. Lees mij. En tegelijkertijd wordt er minder en minder gelezen. Ziet iedereen maar naar dat scherm te staren. Zo hebben we nog veel meer opbeurende berichten voor de kijkers. Het is absoluut niet opbeurend, maar je moet ook realist zijn in het leven, Filip. Ja. Nee, ik geloof ook. Dus iedereen schrijft omdat je iets te zeggen hebt. Als je iets wil zeggen, dan ga je er meteen vanuit dat er iemand is om het te horen. Dat ligt er zo impliciet in besloten. Daar heb ik nooit een seconde aan getwijfeld. En ik geloof ook dat met grootste genot, of het grootste vreugdemoment, hoewel ik vanuit schaamte me meteen omdraaide en wegliep. Maar toen ik mijn eerste boek had geschreven, liep ik een keer een trein in. En toen zat iemand in de trein mijn boek te lezen. Toen dacht ik, dus zit iemand nu mijn boek te lezen, ja, zoals ik zo vaak in de trein ook iemands boek heb gelezen. Dat is... blijft een bron van vreugde. Ja. Heel dankbaar. En daardoor heel erg vreugdevol dat gegeven. Ik vind het als schrijver heel belangrijk dat je met veel mensen praat, veel mensen kunt observeren. Ik vind dat je moet voortdurend... Ja, je bent eigenlijk toch voortdurend ook materiaal aan het vergaren om je personages te vormen. Je moet toch eigenlijk heel veel weten van wat er speelt in de maatschappij. Dat vind ik ook heel handig aan lesgeven, dat al die studenten kon ik observeren. Dat snap ik helemaal. Ja, en dan denk ik, als je jezelf zo gaat gedragen als de koningin van de letteren, et cetera, dan isoleer je jezelf. Ja. Weet je? En dan verlies je dat contact. En dan denk ik, van waar komt dan... Bij mij ontstaat schrijven toch heel vaak van dat je dingen opmerkt, observeert en dan wil ik daar iets mee gaan doen, ik wil dat gaan gebruiken. Ja. Maar als je dan in een soort van isolement leeft, dan heb je dat niet meer. Over isolement gesproken, voordat we toch ons weer eindeloos moeten verhouden tot dit idee van wat schrijverschap is. Ik heb zelf ook een geschiedenis met ziekte. Jij hebt een van je meest recente boeken gaat over het isolement, misschien van de patiënt teruggeworpen worden in je eigen lichaam en je eigen ziek zijn. Doe je toch alleen misschien of niet? Of wat, hoe heb je dat isolement aangewend om te schrijven? Je bedoelt, ik heb borstkanker gehad, hè? Ja. Ik heb toen heel snel besloten om een dagboek bij te houden. En dat hielp mij enorm, omdat ik vaak aan het denken was. Ik had altijd dat schrift bij me. Zo ook als ik ergens moest wachten in een wachtzaal of weet ik veel wat voor een onderzoek. Toen was ik daar dingen aan het noteren. Ik zat meer te denken aan zinnen dan aan het feit dat ik ziek was. Dus dat was wel heel handig. Maar ik heb dat eigenlijk niet zozeer ervaren als isolement, maar meer als identiteitsverlies en als controleverlies.
Dus ik was altijd schrijfster geweest, docenten, moeder, echtgenote, al die dingen. En plotseling word je patiënt. Ja. En ik vond het heel moeilijk. Ik dacht, goh, het is ook een les in nederigheid. En ik ben waarschijnlijk niet erg nederig. En ook dat enorm controleverlies. Dan besefte ik toch van, goh, ik ben iemand die graag toch... Ja, dingen op een rijtje hebben, mijn leven organiseren, nu ga ik dit doen en dat. En dan, met kanker heb je altijd dan de vraag, ja, waar zitten die celletjes? Ja. Maar goed, dat heb ik nu echt wel achter mij gelaten, al weet ik dat dat nog altijd opnieuw kan. Ik weet dat wel, ik ben realistisch genoeg. Maar nu ben ik daar eigenlijk niet meer mee bezig. En bij jou? Ik moet waarschijnlijk binnenkort... Ik heb een hartprobleem. Ik moet waarschijnlijk binnenkort weer geopereerd worden. Dus dan ben je er wat meer mee bezig. Ik heb wel altijd geprobeerd om... ik heb 3 romans geschreven. Geen van die romans gaat over iemand met een hartprobleem. Het is fictie wat ik schrijf. Ik probeer wat te zeggen over... Niet noodzakelijk soort alleen maar mijn eigen vertrekpunt of mijn lichamelijke conditie. Maar ik heb wel geprobeerd altijd de ervaringen... die je wellicht hebt, hè, als je op vrij jonge leeftijd op de afdeling cardiologie zit. Ik denk iets eerder dan veel mensen al merkt... oh, dit is ook een afslag die je leven kan maken. Dat dingen je overkomen waar je niets voor aan kunt doen. Ja, dat controleverlies. Ja. En die heel bepalend zijn voor je leven. Dat heb ik dan wel weer geprobeerd in mijn boeken te verwerken. Omdat ik dat wel een... waar we het eerder over hadden. Als je taal gebruikt om iets over de wereld te zeggen en iets opbouwt... dan denk ik dat... bepaalde ervaringen, controleverlies, je nederig kunnen stemmen... en dat je die dan weer een verhaal kunt geven... waar mensen dat eventueel in kunnen teruglezen... en misschien iets van begrip of inzicht krijgen... in de alomheersende opvatting... dat we het allemaal zelf helemaal in de hand hebben. Nou, wat ik daar heel erg van aan vind... Hè, dat ik herinner me heel goed dat in die periode bijvoorbeeld... was ik heel onzeker... En ik vond iedereen heel hard. Ik vond dat iedereen heel hard sprak en heel hard bewoog en heel hard dit en dat en dat. En ik had zin om aan iedereen te zeggen, kunt u een beetje zachter zijn? Weet je, kunt u een beetje mededogen hebben? Kunt u mij een beetje ontzien? Ja. En wat ik heel erg vind, is dat is nu ook weer weg. En ik vind dat vaak een tragiek van de mensheid, dat je eigenlijk maar echt kunt begrijpen wat iets betekent als je zelf in die situatie zit. Ja. Dat is misschien wat jij bedoelt met het isolement. Dat er uiteindelijk een vriend die zei tegen mij, life is a solitary business. Ja. I think it's totally true. Ja. Want als jij, en dan kan ik wel zeggen, goh Filip, ik hoop dat het goed gaat. En sterkte man, en ik duim voor jou, et cetera. Maar uiteindelijk... Ja. Is het jouw hart? Ja. Ik had dat ook met die kanker. Mijn man die kon dan wel, et cetera, aan mijn kinderen. Maar het was mijn lichaam waarin die kanker zat. Ja. En dat is inderdaad een soort van... Maar je gelooft hopelijk toch wel in de onderneming... dat als iemand er gebeurde dit, er gebeurde dat leest... dat hij dan in zeker opzicht zijn leven kan aansluiten... op het circuit van jouw leven... en iets van die ervaring door jou kan meemaken... Dat vind ik een van de mooie dingen aan schrijven. Dat je inderdaad... It's a voice speaking to another voice. Dat je inderdaad merkt... Voor mij is dat... Je neemt een fles, je stopt er een boodschap in. Ja. Je gooit in de rivier. Ja. En je weet niet bij wie terechtkomt. Ja. En dan krijg je plotseling een mailtje van iemand. Of een smsje. En, dat was een dichter die ooit tegen mij zei... Poëzie is flespost, Filip. Poëzie is flespost. Ja, maar dat is ook zo. Ja, ja, ja. En wat ik wel heb ondervonden is dat... de autobiografische dingen toch wel het sterkst mensen aanspreken. Ja. Dus ik heb ooit een dagboek gepubliceerd, 2 keren eigenlijk. En daarvan hebben mensen mij gezegd van kijk, eentje was over zelfmoordgedachten. De dood heeft mij een aanzoek gedaan. En verschillende mensen hebben mij gezegd van kijk, dat boek heeft mij meer geholpen dan 10 jaar therapie. Ja. En dan denk ik, oké, dit is allemaal de moeite waard geweest. Ja. Weet je? Maar dat klinkt bijna alsof ik als moeder Teresa literatuur bedrijf, dat is het ook niet. Maar ik vind dat wel een heel belangrijke functie van literatuur, dat je aan mensen zegt, je bent niet alleen. Je kan je alleen voelen, maar wat jij meemaakt, dat hebben ook andere mensen meegemaakt. Ja. Ja.
Nou ja, en dat brengt ons dus wel weer terug bij het punt dat ik denk dat als er dus één soort idee is van literatuur en dat een bepaald soort man dat schrijft, dan worden ze het stem, hè, de boodschap van je bent niet alleen, is alleen dan voor die mensen. Je bent niet alleen als je een vrije, narcistische man bent die gezien wil worden. Dus ik denk dat, daarom wil ik ook geen namen noemen in de zin van, het gaat mij meer om het, om de structuur in de uitgeefwereld, dat je dus meer stemmen ontsluit in dat koor. Mm. Zodat we meer ervaringen meekrijgen als lezer. En dat je iets meer weefsel kan leggen met tussen elkaar. En wat er ook is, hè, dat jij, als jij bepaalde ervaringen hebt, ja, dat je het gevoel hebt van, ik mag die hebben. En ik mag die ook verwoorden, ik mag die uiten. Ja. Want anders krijg je het idee van, ja, literatuur, dat moet altijd gaan over dit, dat en dat. Ja, ja, en ik... Want ik weet zelfs toen ik begon, had ik heel erg het gevoel van, ik had nooit het idee van wat ik doe, dat is literatuur. Ja. Want literatuur, dat waren die grote namen, die belangrijke mensen. Ja. Niks die vaak in het buitenland helemaal niks doen. Hè? Dus het is ook een heel Hollandse opvatting van wat literatuur is. Ja, ja, maar ik had zo echt het gevoel van in de marge te schrijven. Ja. Weet je, ik ben ook in een heel klein boekje beginnen te schrijven. Weet je. Ik heb nooit, en ik heb dat nog altijd niet, als mensen mij zouden zeggen, ja, jij schrijft literatuur, ik schrijf. Of dat nou, eigenlijk interesseert mij dat niet, of dat nou literatuur is of geen literatuur. Wat niet wil zeggen, als iemand mij een prijs wil geven, doe maar, laat maar komen. Ja, of een planetoïde naar je vernoemen, mag allemaal. Ja. Mag allemaal. Er is denk ik... ik heb een gedicht van een Vlaamse dichter in mijn huis hangen. En daar zit een regeltje in, dat is, er is te weinig weinig. Mm. Dus dat je in gedichten andere visies vindt op de wereld in plaats van, of waar eigenlijk dus staat, dat sluit dan aan bij mijn idee. Er is inderdaad veel te veel veel, weet je wel. Dus een genootschap. Rebecca Solnit, Amerikaanse schrijfster, die zegt altijd find your kin. Dus vind de mensen met wie je een overeenstemming hebt en probeer daar je plek te vinden. Ik praat nu ook heel erg als lezer. Ik geloof heel erg dat... Ik schrijf zelf ook boeken, maar het is niet de slager die zijn eigen vlees keurt. In de zin van, ik ben al veel langer lezer dan dat ik schrijver ben. En ik weet gewoon heel erg wat de waarde kan zijn van mensen die hard en helder en eerlijk, en dat kan dus ook heel liefdevol en troostrijk zijn, zeggen hoe het voor hen is om te bestaan. En dat je daar jezelf in terugziet. Als lezer, daar heb ik... ik heb daar zelf gewoon... dat klinkt heel klef, maar echt veel aan gehad. En zeg eens, waarom dan film nu? Nou, ik heb een paar van Dagen van Gras en Niemand in de Stad, twee van mijn boeken zijn films gemaakt. En dat vond ik zo leuk om daar als scenario schrijver onderdeel van te zijn, omdat schrijven is een vrij solitaire aangelegenheid. Mm. En filmmaken is eigenlijk met een groep mensen een zomerkamp. Dus met z'n allen voorbereiden, praten. Dan komen de draaidagen. Alles opbouwen, hard werken en weer afbouwen. En ik merkte dat ik doe dit nu inmiddels 12 jaar, boeken schrijven. Sinds ik geen student meer ben. En ik merkte dat ik dat eigenlijk gewoon miste. Met mensen aan iets werken, samen. Een project. Mm-hmm. Maar als scenario schrijver zit je maar de... Je zit niet de hele tijd in het bootje. Op een gegeven moment moet je eraf. Je bent niet elke dag op de set. Dus toen dacht ik zou eigenlijk best wel graag op de filmset willen staan. Hmm. En toen heb ik dat besproken met Michiel van Erp, de regisseur van Niemand in de Stad. En die was heel enthousiast en ondersteunend. En die zei, nou, dan gaan we toch een korte film maken. En die heb ik toen geschreven. En vorig jaar was het een ingewikkeld jaar, ik denk voor iedereen met de pandemie. Maar alles rondom die film, het is maar een korte film. Maar de voorbereiding, de besprekingen, de draaidagen, de editing waren de leukste dagen van het jaar om met een groep mensen iets te maken. En uiteindelijk sluit het nog steeds heel erg aan bij... er is ook een Franse schrijver, Philippe Claudel, die het allebei heeft gedaan. Je vertelt een verhaal. Je wil iets zeggen over de wereld. Je wil iets mededelen waarvan je vindt dat het wellicht ondergesneeuwd raakt. En dat je hebt het scenario gemaakt en de regie. Ja, en dat was met Jeroen Krabbé en Olga Zuidhoek in de hoofdrollen. Dus dat was wel even de eerste dag. Stond ik daar. Ik heb filosofie en geschiedenis gestudeerd. Ja. Maar ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad. En ik geloof zij ook. Je hebt het gewoon intuïtief gedaan. Je bent niet gaan... Ik heb twee keer stage gelopen op filmsets bij anderen. En ik heb natuurlijk veel boeken gelezen. Want daar hebben we het natuurlijk nog helemaal niet over gehad. Maar
zo ben ik bedraad. Als ik ergens iets van wil weten of het wil begrijpen, dan ga ik lezen. En hier zijn natuurlijk ook boeken over van regisseurs. Hoe regisseer ik? Ja, hoe regisseer ik? Ja. En misschien dat je tegenwoordig eerder een YouTube-tutorial gaat kijken. Maar het werkt voor mij heel, heel lekker. En uiteindelijk ben je dus bezig met dialoog en beelden je verhaal te vertellen. Over in dit geval dus liefde en verlies. En zeker dus denk ik in een wereld, hè, waarin inmiddels in Nederland dan we straks waarschijnlijk 14 jaar de glimlach van Mark Rutte hebben, die alle ongenoegen en pijn zeg maar met een soort spatel overstrijkt. Denk ik dat het belangrijk is dat iemand er af en toe eens even een flinke... Dat is een happy man, hè? Die word je depressief. Daar word ik nou depressief van. Ja, de glimlach van de Boeddha doet me deugd, maar de glimlach van Mark Rutte, daar kan ik echt eens een feilloze diepte. Maar dat geheel terzijde. Ja, terzijde. Maar jij het ook... Nou, de trein gaat rijden. Oké.